Hey, hallo allemaal. Welkom bij Tekenschool de Tekentovenaar. Superleuk dat je weer kijkt. Vergeet niet even een duimpje omhoog te doen en te abonneren, want er komt nog heel veel leuks. Vandaag leer ik jullie hoe je moet poepen in je hoofd. Je denkt, ja, poepen, dat moet toch met je kont? Nee, maar poepen kan ook in je hoofd. En dat is nog veel belangrijker, want van poepen kunnen we echt heel veel leren. Maar we moeten het proberen in ons hoofd te doen. Ik heb het even op het grote bord geschreven. Kijk eens even. Hier is een persoon en die is aan het poepen in zijn hoofd. Serieus, het kan gewoon, het moet gewoon, want als je heel creatief wil worden en een uniek, origineel, flexibel leven wil creëren voor jezelf, waarin alles in het teken staat van jouw geluk, van jouw talenten enzovoort, dan moet je leren poepen in je hoofd. Alle uitvinders, alle kunstenaars, alle ontwerpers, ontdekkers en alle wereldvernieuwers, iedereen die zo speciaal en uniek is en die wat te betekenen heeft voor de wereld en voor zichzelf, die kan poepen in het hoofd. Wat is nou poepen in je hoofd? Dat betekent iets kunnen laten ontstaan. Iets durven te laten ontstaan. Kunnen loslaten en daardoor ontstaat er iets. En elke keutel, elke drol is super uniek. Hè? Dus alles wat je creëert, als je kan poepen met je hoofd, is super uniek, is vernieuwend. Dus dan heb je er elke dag nieuwe inspiratie en elke dag verwonder je weer zo. Dus zo gaat eigenlijk het natuurlijke creatieproces wordt zo op gang. Komt zo op gang. En dat is eigenlijk precies hetzelfde met poepen. Het is een natuurlijk creatieproces waar we heel veel van kunnen leren. Het klinkt misschien heel erg gek, maar het is heel erg serieus. Het is een natuurlijk creatieproces. Daar heb ik al vaker video's over gemaakt, over een natuurlijk creatieproces. Maar het is eigenlijk precies zoals poepen. Dus als je durft te poepen, eigenlijk durf je gewoon lekker te doen, dingen te laten ontstaan, fouten te durven maken, niet bang te zijn en doorzetten en doorzetten. Want soms zit het verstopt, maar je blijft gewoon doorgaan, je blijft rustig. En als het allemaal goed loopt, dus je eet wat en zo, het wordt verteerd en dan gaat het langzaam eruit en je het loslaat, ontstaat er wat. En zo werkt het ook bij creatieve mensen. Dus wil je creatief worden? Leer dan poepen in je hoofd. Dus doe even een duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren. Tot de volgende keer.